Deze zaak gaat over een 15-jarige jongen die is overleden aan de gevolgen van een schotwond. En de vraag is of daar mensen voor verantwoordelijk zijn. En dat is, daar gaat deze strafzaak eigenlijk over. En als eerste is uh, verdacht zijn neef. De, het slachtoffer speelde samen met zijn neef met een revolver. En uh, de neef heeft op een gegeven moment die revolver tegen het been gezet van het slachtoffer. Die revolver is afgegaan en het slachtoffer is getroffen. Hulpdiensten zijn gealarmeerd, maar toen die ter plaatse kwamen, heeft niemand ze verteld dat uh, deze jongen geraakt was door een uh, kogel. En die hulpdiensten zijn dus een uur bezig geweest met allerlei dingen, maar hebben misschien ook de, ja, niet de juiste dingen kunnen doen omdat ze het niet wisten. Verder is uh, verdacht de moeder die in de woning aanwezig was, die misschien het schot heeft gehoord en ook niks heeft gezegd. Van die moeder zegt uh, de rechtbank in ieder geval dat niet vaststaat dat zij wist. He, dat ze wist dat het schot was afgegaan, dus dat haar ook niet verweten kan worden dat ze niks heeft gezegd. Uh, van de neef, ja, die had moeten zeggen tegen de hulpdiensten dat uh, zijn neefje geraakt was door een kogel. Rechtbank vindt niet dat hij opzettelijk de dood heeft veroorzaakt van zijn neef, want het was zijn vriend en zijn neef. Ze vinden wel dat hij roekeloos heeft gehandeld he, door een revolver tegen zijn been te zetten, niet te controleren of die geladen was, en ook niet tegen de hulpdiensten te zeggen dat zijn neef geraakt was. Andere verdachte is de oudere broer, de eigenaar van de revolver, en de rechtbank verwijt hem eigenlijk dat hij de revolver en munitie in het huis van zijn minderjarige broertje heeft gebracht, en dat heeft nu een afschuwelijk gevolg gehad.